Helemaal en welkom. Vandaag gaan we voor deze uberfelle zomerlook. De look zal waarschijnlijk niet voor iedereen weggelegd zijn, of althans de kleuren durft misschien niet iedereen aan. En indien je dit wel durft, kijk dan zeker verder naar dit filmpje waar ik jullie stap voor stap toon hoe je deze look verkrijgt. Ik kom nog eventjes dichterbij. En trouwens, voor deze look heb ik één paletje gebruikt en dat is eentje die ik kocht op AliExpress, maar het is namelijk van het Morphe 12P palet. Maar zeker ook even felle kleuren zoals dat je kan zien. Voor wie geïnteresseerd is, kijk dan zeker verder. Als eerste starten we met de Essence Gel Eye Pencil Waterproof in de kleur Cloudy White of gelijk welke ander wit potlood dat je hebt. Wit gaat ervoor zorgen dat fellere kleuren veel feller naar voren komen. En je brengt dat dan op je bewegend ooglid. Dit is zo'n potlood die ongelooflijk snel droogt. Dus blenden is moet je redelijk snel doen. En je brengt dat ook aan onder je oogtieltje. De gele kleur. En die ga ik aanbrengen in mijn binnenste ooghoek. Straks gaan we daar nog een keer over. Dan ga ik met een ander platpenseel. Ik gebruik hier wel redelijk veel penselen vandaag, omdat anders had de kleurtjes te veel mengen. Ga ik voor het roze. En ga ik uiteraard ook weer deppen. En ik doe dat vlak naast het geel. En ongeveer tot in het midden van mijn ooglid. Voor nog meer pigmentatie te hebben, kan je uiteraard je oogschaduw nat gebruiken. Maar dat ga ik vandaag niet doen. Dan ga ik met een rounded brush, dat is zoiets, het rood aanbrengen in de buitenste ooghoek. Zorg dat dat roze en dat rood mooi in elkaar overlopen. En dat doe je door een paar keer met je penseel heen en weer te gaan over de kleuren. Het rood ga je straks niet meer zoveel zien eigenlijk. Dan ga ik met een soort van blendingkwast in deze oranje kleur. Lijkt een beetje bruin, het is echt wel een bruin-oranje tint. Ik ga die even, palletje eventjes aan de kant leggen. En dan ga je daarmee in je crease, of net boven je crease, om die kleuren mooi samen te blenden. Dan zie je dat de kleuren hier al geblend zijn. Dan ga ik met een platte kwast de witte kleur nemen en die breng ik aan onder mijn wenkbrauw. Zo. Voilà. Misschien nog een beetje. En dan kunnen we nog een keer in het oranje gaan. En nog een beetje. Voilà. Dat is dat. Dan ga ik met nog een ander penseel naar het paars. Daar een beetje in deppen. En ga ik dat aanbrengen echt hier van buiten en vlak in mijn arcadehoog. Dus hier van buiten. We gaan verschillende keren moeten teruggaan in dat paars. Beter eerst te weinig op je penseel en dan verder opbouwen uit. En ook hier nog een beetje blenden. Voilà. De bovenkant is gedaan. En dan gaan we voor een terug het eerste penseeltje of iets die erop lijkt. Gaan we zo. En dan ga ik in op de onderste wimperrand dit fel blauw aanbrengen. Ongeveer tot aan het midden van je oog. En je zorgt dat dat geel en dat blauw mooi in elkaar overlopen. En dan op de buitenkant ga ik dat groen aanbrengen. Je zorgt dat die kleur mooi in elkaar overlopen. Die laatste kleur blend je zo uit.
naar het paars en het oranje en zo. Voilà. Dus de gekleurde oogschaduw zit erop. En dan kunnen we aan de slag met een eyeliner. Een felblauwe eyeliner. En ik ga daarvoor dit NYX Vivid Brights eyeliner gebruiken. De NYX Vivid Brights. En dan gaat voor die felle kleur van bovenop je ooglid. Ik ga niet helemaal tot in mijn binnenste ooghoek. Maar ik start waar het geel begint. Voilà. En dan uiteraard heel veel mascara. En ik ga daarvoor de Essence False Lashes mascara gebruiken. Dramatic Volume Unlimited. Dat is een van mijn favoriete Essence mascara's. Ik heb er 3 of 4. Deze vind ik echt geweldig. En hij geeft mij zo'n lange wimpers. Echt ongelooflijk. Voilà. Dat is de ooglook. Ik steek er straks nog een aantal foto's bij. Zodat je nog een beetje extra kan zien hoe het geworden is. Nu gaan we de rest van het gezicht doen. Want je ziet, ik heb nog geen foundation op. En ik ga vandaag voor de Lancôme Terre Miracle Bare Skin Foundation Natural Light Creator met SPF 15. En deze is de kleur 03 beige diafan. Deze is geparfumeerd. Dus mensen die geen fan zijn van geparfumeerde foundations, laten deze best aan de kant liggen. Of mensen die er niet tegen kunnen. Want ja, je hebt mensen die allergisch zijn aan parfum. Zodat het op poriën lijkt in plaats van op streepjes. Voilà. Ik zou misschien wel een beetje concealer gebruiken vandaag. Zoals je weet, ik ben daar geen zo'n fan van. Max & More concealer. Niet te veel. Denk hier aan. Hier. En een beetje hier. En hier. En hier. We gaan voor de Indiana look vandaag. Dan ga ik met hetzelfde penseel blenden. Ik denk dat ik een beetje mijn mening moet herzien over concealer. Dat het eigenlijk wel mooi is, alhoewel. Allee. Het geeft mij een frisse blik, maar toch vind ik dat de wallen nog altijd aanwezig zijn. Ik ga niet veel afpoederen, want ik heb een droge huid. Ik ga gewoon enkel op mijn wangen een klein beetje afpoederen. En ik gebruik daarvoor nog altijd mijn geliefde Max & More palette. Ik poeder af op de wangen. Zo. Voilà. Zo. En dan ga ik bronzer aanbrengen of een beetje shapen. Ik ga shapen met deze kleur. Beetje hier voor mijn kalkoenkinnen te werken. En van boven, want ik heb een groot voorhoofd. En die ga ik optisch kleiner maken. Of toch minder in de kijker zetten. Ik ga een beetje bronzer aanbrengen en dat doe ik vandaag met de Cien of Cien bronzer uit de Lidl. Dat is deze. Deze kost 2,5 euro of zo. Dat is eigenlijk echt wel, ja, ik vind hem eigenlijk echt wel de moeite. Een beetje op de kin, op de neus, puntje, een klein beetje hier. Ik heb nog blush tekort en aangezien ik een hele felle ooglook heb, ga ik voor een iets neutralere blush gaan. En ik denk dat ik daarvoor deze Sisley L'Orchidée ga gebruiken. Deze is ook niet extreem glanzend, dus gewoon. En ik breng deze aan.
Ik ga een heel klein beetje highlighten. Ik weet nog niet echt welke kleur. Misschien dat ik een keer een beetje voor dat oranjeachtig ga vanuit het Action. Om de boel wat op te warmen. Deze heeft zo'n subtiele, goud, warme glans, zoals dat je kan zien. Voilà. Nog een beetje hier. Voilà. De lippen ga ik voor vandaag ook heel fel doen, zodat het een beetje in harmonie is met mijn ogen. En ik denk dat ik voor iets fel. Ik heb gekozen voor MAC Candy Yum Yum. Dat is deze. Super fel, maar ik denk dat deze wel mooi bij mijn ogen zal passen. En dan breng ik deze nu. En hij is mat. Voilà, mijn haar eventjes goed leggen. En dit is de volledige look. Hopelijk vonden jullie het leuk om een keer te zien. En ja, als jullie nog meer van deze zo'n soort filmpjes willen zien, tutorials gelijk wat, laat het mij dan weten. Graag duimpjes omhoog en of mij abonneren. Met een simpele klik is dat in orde. En dan zie ik jullie terug de volgende keer. Bedankt om te kijken en ciao!